Kom, we gaan een lekker taartje maken. Een appelkruimeltaart. Schil de appels en snij ze in kleine stukjes. Verdeel daaroverheen de suiker, kaneel en citroensap. Dan gaan we deeg maken door bastardsuiker, bloem, ei, roomboter en een snuif zout te mengen. En dat deeg verdeel je over de bodem en de zijkanten van de springvorm. En daaroverheen verdeel je de appels. Dan maken we nog een lekker kruimeldeeg van bloem, boter en suiker. En dat verdeel je over de appeltaart. Dan kan hij de oven in. Kijk, hij is klaar. Eet smakelijk!